Ronald Aalberg, je bent nu bij ADO Den Haag. Hoe is je transfer tot stand gekomen? Ik speelde afgelopen half jaar voor Lazio. Het is misschien niet waar ik vooraf had op gehoopt. En ADO toont al een tijdje interesse en ik heb vervolgens een contract getekend hier. Is het een logische overstap? Wat is in je ogen logisch? Nou goed, er is eerder contact geweest. Ja, natuurlijk, maar op dat moment had ik gekozen voor Lazio. En nu heb ik hier bij ADO getekend. Wat ben je voor type speler? Nummer 10, creatief, met diepgang en scorend vermogen. Je moest in de winterstop Toornstra vervangen. Daar snakken ze een beetje naar zo'n type. Ja, ik heb de laatste wedstrijden ook gekeken natuurlijk. Hopelijk kan ik dat beestje erin brengen. Hoeveel wedstrijden heb jij het afgelopen half jaar gespeeld? 3 wedstrijden. Ben je dan wedstrijd fit of is dat lastig te zeggen? Nee, ik heb gewoon een goede voorbereiding gehad bij mijn club. Ik ben fit, dus hopelijk kan ik er volgende week gelijk staan. Wat verwacht je van de komende periode bij ADO Den Haag? Dat we punten gaan pakken. Dat we het publiek uiteindelijk gaan vermaken. Ben je een Haagse speler? Een Haagse speler. Bluff voorop in de strijd? Ja. Want? Ja, want ik denk dat ik dat ben. Als ik dat kan laten zien door mooi te voetballen en belangrijk zijn. Ik denk dat de supporters dat wel willen. Kan je er tegen Vitesse al staan? Tuurlijk, maar het is aan de trainer. Ik ga volgende week een paar dagen vrij. Vanaf maandag ga ik kaart mijn best doen en dan hopelijk tegen Vitesse mijn debuut maken voor ADO Den Haag. Wat voor doel heb je voor jezelf gesteld hier in Den Haag? Zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Plezier weer terugvinden en belangrijk zijn voor de club. Je hebt een contract voor een jaar? Ja. Vind je dat vervelend? Nee. Bewust ook voor gekozen? Ja, ik moet weer aan spelen toekomen. Dat heb ik afgelopen half jaar niet gedaan. En ik wil het hier weer oppakken. En vandaar ook een jaar plus 2 optie. Mis je vriend Kevin Janssen? Ja, dat wel. Ik heb net even een babbeltje met hem gemaakt. Het is natuurlijk spijtig voor hem, maar ik vond het echt vervelend. Hij is natuurlijk een goede voetballer en hij komt er zeker goed uit.